dames en heren, ook waardigheidsbekleders, beste collega's, dames en heren, beste kinderen. Het is voor mij een bijzonder genoegen om u hier in het UFO, het Universiteitsforum, te mogen verwelkomen. Dit is een multifunctioneel gebouw waar dat heel druk gesolliciteerd is en waar we het genoegen hebben om allerlei zeer interessante initiatieven te kunnen ontplooien. U hebt kunnen zien dat het gebouw is ontworpen met eenvoud en toch ook schoonheid als leidraad. Een soort transparante oase van licht, van openheid, van creativiteit die alle studenten en al onze medewerkers uitnodigt om te durven denken of misschien wat meer artistiek gezegd, ook eens te kleuren, de gewone lijntjes te kleuren. En dat doen we vandaag zeker met dit uniek project Marine Art. En hoe? Toen ik dit initiatief aankondigde in juni vorig jaar, tijdens de ondertekening van het samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Instituut voor de Zee en onze Universiteit Gent, had ik nooit durven dromen dat dit project dergelijke dimensies zou aannemen en dat het zo'n groot impact zou hebben. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is dit uniek, dat soort initiatief. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook ver buiten onze landsgrenzen. Nooit tevoren is er op zo'n schaal en zo intensief samengewerkt tussen wetenschappers en kunstenaars. Tijdens de afgelopen maanden hebben professoren van een 24-tal onderzoeksgroepen en hun medewerkers hun passie voor de zee gedeeld met kunstenaars van de Gentse Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs. Door middel van workshops, demonstraties en lezingen stelden ze maar liefst 25 onderzoeksonderwerpen voor aan de leerlingen. Het aanbod was groot en divers, van vis eten met geweten of eilandjes van de vervuiling tot de zee als museum. Het resultaat van deze intensieve samenwerking tussen onze wetenschappers en 64 klassen uit de lagere, middelbare en hogere graad, in totaal 1100 leerlingen en 100 individuele studenten uit de hogere graad, zien we vandaag. Dat is het resultaat dat we vandaag en het duurt nog 4 dagen daarna presenteren. Het is doorweg schitterend wat jullie hebben gepresteerd. De zee en het zeeonderzoek vertaald in tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken, grafische werken, mixed media, keramiek, illustraties, beeldverhalen, foto's en animatiefilms. Jullie hebben allemaal durven denken en dan ook gedaan. Het enthousiasme dat we bij alle partijen mogen ervaren hebben, gaande van professoren over kunstleraars tot leerlingen, illustreert het feit dat niemand moest overtuigd worden van de schoonheid en het belang van de zee. Tijdens dit project werd dit op een unieke wijze in de verf gezet. En terecht, het belang van het marine milieu voor de mens en voor de planeet in zijn geheel kan niet overschat worden. Zo leeft 2/3 van de wereldbevolking aan of in de nabijheid van de kust en voorziet de zee in toenemende mate in de voedselbehoeften van de mens. Oceanen en zeeën zijn de motor van het wereldklimaat en staan dus centraal in alle aspecten van de global change problematiek. Daarnaast bieden oceanen en zeeën een groot onbenut potentieel van tot nu toe minder gekende hulpbronnen, zoals onder meer de marine biodiversiteit, de diepzee en de marine hernieuwbare energie. Daarentegenover staat dat door de steeds toenemende menselijke activiteiten en de klimaatverandering de druk op de zeeën en de oceanen exponentieel stijgt. De groeiende kwetsbaarheid van kustgebieden, de toename van activiteiten in al druk bezette gebruiksruimte van onze kustwateren, de sleutelrol die zeeën en oceanen innemen in het klimaatsysteem en de groeiende achteruitgang van het marine milieu verantwoorden de sterkere focus op een beter beheer van onze oceanen en onze zeeën. Het groeiend belang van de marine wetenschappen in onze lage landen, in
Europa en wereldwijd heeft in essentie te maken met de groeiende wereldbevolking en de grootte van de oceanen in vergelijking met het land. Hoewel de mens een terrestrisch dier is, een landdier dus, dat al te vaak met de rug naar de zee gekeerd leeft, zullen we in de toekomst uit noodzaak meer en meer een marien organisme worden. Deze sociale economische activiteiten op zee zijn essentieel voor onze maatschappij. Maar ze vereisen ook innovatie en voortdurend een verbeterend beleid. Beleid dat onderbouwd en ondersteund moet worden met wetenschappelijke kennis. De marine wetenschappen houden zich inderdaad bezig met de grote uitdagingen waar de mensheid momenteel mee geconfronteerd wordt. En om die grote uitdagingen aan te gaan en om die opportuniteiten op een duurzame manier te benutten, met andere woorden, om het potentieel van de zeeën en de oceanen ten volle te realiseren, hebben we marien onderzoek nodig. Veel, excellent en innovatief onderzoek. De Universiteit Gent heeft een lange geschiedenis van hoogstaand zeeonderzoek. En dit willen we consolideren en nog verder uitbouwen. En zo komen we... zo komen we bij Marien at Gent. Ons interfacultair onderzoeksconsortium, waartoe 24 marine onderzoeksgroepen behoren, verdeeld over 5 faculteiten. Dit consortium bevat maar liefst 50%, dus zo'n 300 wetenschappers, van alle marine universitaire wetenschappers in Vlaanderen. En heeft als doel de interfacultaire en de multidisciplinaire samenwerking tussen de betrokken onderzoeksgroepen te faciliteren, maar ook de uitstraling van de UGent als marine topuniversiteit te bevorderen. Zo heeft Marine at Gent vorig jaar een institutionele samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee, het VLIES, met als directeur professor Jan Mees. En we bouwen het in samenwerking met hen uit tot een multifunctioneel laboratorium voor de UGent uit en doen dat in Oostende. U hoort het, dames en heren, we zijn een universiteit met ambitie. We hebben inderdaad de ambitie om met toponderzoek in de marinewetenschappen bij te dragen tot de kennis van en oplossingen voor de grote globale uitdagingen die ik net heb geschetst. Maar het verzamelen van kennis en het opslaan in geleerde tijdschriften en boeken is voor ons niet voldoende. Willen we echt vooruitgang boeken, dan moeten we die kennis delen. Delen met zoveel mogelijk mensen. En dat hebben we gedaan vandaag met dit Marine Art project. 5 maanden intensief samengewerkt met meer dan 1200 mensen. 5 maanden lang kennis vertaald in kunst. Nogmaals, proficiat er allen daarvoor. Dit project en deze tentoonstelling is het werk van velen dus. En ik wil dan ook iedereen die zich heeft ingezet voor Marine Art van harte bedanken voor het geleverde werk. Alle leraren en alle leerlingen van de academie voor hun creativiteit, hun werkkracht en hun enthousiasme. Alle professoren en hun medewerkers van de UGent voor het delen van hun kennis en passie. En last, maar zeker niet least, alle medewerkers van het VLIES voor hun coördinatie en inspiratie. En zonder wie dit project nooit zou gerealiseerd zijn. En tot slot wil ik nog een paar mensen heel speciaal danken voor hun toomloze inzet en creativiteit. Nancy Fokkedij, Annelies Coffin en Jan Seys van het VLIES. Ines Tavernier, coördinator van Marine at Gent en Celine van Rijkenhem van onze dienst communicatie. En tenslotte Teun de Dobbelaar van de Academie voor Beeldende Kunst. Nancy, Annelies, Ines, Celine en Teun, hartelijk dank. Dames en heren, voor u staat een vierde rector. En geniet van de wonderwereld van de zeekunst. En hierbij verklaar ik de opening officieel voor geopend. Dank u wel.